zeker binnen mijn eigen werk, dat ik probeer wel een zekere spanning erin te brengen. En het is het moment van ja, afwachting, dat heeft altijd spanning. Dus ook in wielrennen, zoals ik die schilder, dan vind ik het leuker om ze bovenop een berg te schilderen. Waarbij je het idee hebt dat ze nog moeten klimmen of dat ze nou ook al daadwerkelijk boven zijn. Dus dat je eigenlijk ook weer niet weet waar de tocht naartoe gaat. Als ik zelf dia's maak van stoelen of interieurs en een lichtval die daarin komt, dan gebruik ik die toch wel in hele hoge mate. Waarom werk je eigenlijk in die onderschildering met zeg maar zeer monochroom?